En inmiddels zijn alle challenges van week 2 van Fortnite seizoen 9 ook gehaald. Jullie zullen je afvragen waarom deze video pas zo laat in de avond, terwijl deze challenges al lang uitgekomen zijn. Nou, dat zit zo. We hebben ongeveer 3,5 uur zitten kijken naar de achtergrond die we hebben vrijgespeeld om de hint te vinden naar de beloning. Maar toen was de conclusie, na 3,5 uur, dat de beloning niet in de achtergrond is te vinden, maar in de omschrijving van de achtergrond. Die zien we hier in beeld. We zien de achtergrond staan, Neo Chasers, en in de omschrijving staat Last Seen Battling at Dino Park Outhouse. En dat is de plek waar we naartoe gaan. Dino Park Outhouse. Dat is bij de grote dinosaurussen in de woestijn. En een outhouse, zoals de echt goede Engelse leerlingen weten, is natuurlijk zo'n openbaar toilethockey waar we naartoe gaan. En daarin ligt deze week een Fortbyte. We gaan naar die plaats toe. En op het moment dat we daar zometeen aankomen, gaan we zien dat de Fortbyte daar niet ligt. Namelijk omdat ik de Fortnite al eerder heb opgeraapt deze week, toen ik hem vrij zag komen. Jullie zien in de lobby de strijders die mij hebben geholpen deze week. Jelle, Timo en Maarten geholpen met de challenges. Als echte strijders gelijk alle challenges van de nieuwe John Wick game mode. Ook geklapt, zo gaat dat. Ja, dus we gaan het doen. We gaan de plek van de Fortbyte van week 2 vrijgeven voor alle fans die hem nog niet hebben opgeraapt en die alle challenges hebben gehaald. Als we zometeen in de game zitten, dan douwen we een waypoint op de plaats waar we heen moeten. We gaan erheen en we laten het zien. Ik heb hem zelf dus al opgepakt, maar een paar van deze andere mannen hebben hem nog niet opgepakt. Dus die gaan bewijzen dat hij daar ligt. En we gaan het zien. De loading time duurt even. Kijk, hier op de achtergrond zien we dus niks. Jullie kunnen proberen om er meer dan 3,5 uur naar te kijken en wel iets te vinden. Ik wens jullie heel veel succes. Laat het weten in de comments. Op de kaart. Het Dino Park Outhouse, helemaal beneden op de kaart. Daar beneden, de grote dino's, het huisje. En achter het huisje is het wc-hokje waar de Fortbyte in ligt. Aan het begin van de route, we kunnen er gelijk naartoe. Nou ja, de challenges van de eerste week weer goed te doen. Zeker weer met de party assist van deze helden die hier allemaal staan en aanwezig waren. Timo goed gespeeld, Jelle goed gespeeld, Maarten was ook aanwezig. En we gaan hem oppakken. We kunnen gelijk springen. Hartstikke idee. En dan gaan jullie ook zien de glider die we hebben vrijgespeeld met de John Wick challenges. Waarin je mensen moest afschieten om munten te verzamelen. Net op het moment dat we dachten we zijn er wel klaar mee, we gaan het niet meer doen. Hebben we het laatste potje gewonnen. Zodat we er daadwerkelijk klaar mee zijn en het niet meer hoeven te doen. Zo gaat dat. En dat, ja, 2 uur voor mijn verjaardag, dat ik dit nog mee mag maken op de oude dag, dat ik hier mee zit in Fortnite. Dat is ook altijd hartstikke mooi. Het is weer een mooi cadeau. Niet dat deze jongens nu moeten denken dat ze morgen zonder cadeau naar school hoeven te komen. Dat is natuurlijk niet het geval. Die komen gewoon met een cadeau naar school. De dinosaurussen, we zien ze verschijnen, hè. De rode, paarse en groene dino's, het huisje. En achter het huisje, de outhouse. En daarin gaan we het beleven. Deze mannen gaan mij beschermen terwijl ik het afsluitende lied zo meteen ga inzetten. En deze mannen gaan ook niet tussendoor een ander dansje doen om het te verzieken. Je weet maar nooit. Even wat materialen pakken om mezelf in te bouwen. En dan is hier het hokje. Daar moet het zijn. Dus ik laat deze mannen mij inbouwen. Hij ligt er nu dus niet, maar jullie moeten van mij aannemen. Kijk, we zien Jelle met zijn hand bewegen naar het ding. Dus die laat zien dat hij inderdaad hier ligt. Hij knikt instemmend. Hij doet een of andere gekke flip. Nou, dat zal hij echt niet kunnen. Daar is hij niet atletisch genoeg voor. Maar we gaan de video afsluiten met de showstopperdans deze week. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Succes met jullie eigen challenges. Gebruik Party Assist. Succes ook in de John Wick challenges. En daar gaan we met het afsluitende lied. Geen banner op deze plek. En ook geen Battlestar, dat is toch wel gek. Maar wel een Fortbyte hier. Nou, na week 3 dan maar, want dan wel een gratis deal.
Kijk aan, dat was hem weer. Bedankt. Vier regels weer mooi bedacht. We krijgen een applaus. Bedankt voor het helpen van de challenges. Nogmaals, de kijkers, veel succes met jullie eigen challenges. En tot de volgende keer!